Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering, zoals ik al had gezegd, maakt niet echt uit. In de vorige aflevering zijn we bij de Vogelsnevel geweest, hebben we de Beedle Longlegs hebben verslagen en hebben we dus de ship uit te pakken gekregen. En hebben we ook nog even langs de Impact Site geweest om een van de Hidden Bosses te laten zien, waarvan er drie zijn. En als we daar nou terug zouden gaan, dan komen we weer bij dezelfde bos. En dat is een beetje zinloos, dus het maakt niet eens zoveel uit. Dus vandaar, ik zeg het heel eventjes, hartstikke leuk, hartstikke aardig. Goed, nou... wat ik dus al in de vorige aflevering heb gezegd, die dag die telt tot we daar zijn geweest, telt niet mee. Dat was alleen maar om te laten zien. 8 shipparts hebben we hier gehad, we hebben de 9 hebben we hier gehad. En in de Distant Spring, nieuw gebied waar we dus nou naartoe gaan, daar gaan wij dus proberen 10 shipparts te vinden in, ik hoop misschien 3 dagen. Dus dat wil zeggen dat we in 1 dag 3 shipparts moeten krijgen en in 1 dag zelfs nog 4 shipparts moeten krijgen. Dus dat is nogal een leuke uitdaging. Dus zonder enig oponthoud, laten we maar beginnen. De Distant Spring. Land in this region, ja natuurlijk. Nou. Hier zijn we. The Distant Spring. Wat leuk. Ik haat The Distant Spring. Ik denk dat The Distant Spring zelfs nou mijn minst favoriete is geworden op de Forest Nevel. Nou, ik denk dat de Forest Nevel nog niet eens zo erg is. Maar goed, in The Distant Spring, zoals ik al zei, 10 parts, heel veel dingen. Blablab. Wat ik van plan ben om te gaan doen, ik probeer dus vandaag gewoon 4 parts te krijgen. En daarvoor hebben we dus zeg maar, het is helemaal waterlike, zoals je dus zeg maar overal kan zien. Overal zit water. Dus wil ik beginnen met ontiegelijk veel blauwe Pikmin. En er zitten ook heel erg veel nieuwe vijanden in deze wereld, ook nog eens een keer. Ik zal eerst eventjes de kaart laten zien. We beginnen dus zeg maar hier in het midden van de kaart. Je ziet dus zeg maar daar al een shipart, daar zien we een shipart, daar zien we een shipart. Heel veel shipparts. Nou, de shipparts waar ik voor wil gaan, dat is sowieso die daar. Dat is er eentje, die kunnen we gelijk krijgen. De shipart daar, die is best wel tricky om te krijgen, maar daar kunnen we ook nog voor gaan. En de shipart daar, dat zijn de 3 shipparts waar ik zeker voor wil gaan. En misschien als een bonus kunnen we het ook nog voor elkaar krijgen om die shipart hier voor elkaar te krijgen. En dat is niet zo'n lange walk, maar moeten we wel even kijken of het allemaal vijandvrij is. Aangezien dat we hier nogal veel vijanden hebben. We hebben hier namelijk Yellow Wallywalks, een upgrade versie van de gewone Wallywalks. We hebben hier Puffy Blowhawk, een beest zeg maar wat rond kan vliegen als een... die rondvliegt en zeg maar jouw Pikmin probeert te deflowerren. Dat is zeg maar een van de eerste vijanden die gaan we proberen te verslaan. En die kunnen geen Pikmin kapot maken. Dus die eten geen Pikmin of iets. Het enige wat ze gaan proberen te doen is jouw Pikmin in gevaarlijke situaties te blazen. Zoals bijvoorbeeld in dit verhaal. Hier zijn ze heel erg goed in je Pikmin te blazen in het water. Oké, nou we hebben ze in ieder geval, we hebben er eentje verslagen. Geen glitch, nee, 2 nog daar. Pallets die vallen naar beneden toe. Altijd 4 of 5 pallets zeg maar en willekeurige kleuren. Goed, dan hebben we deze stomme stinkvijanden. Dit zijn de Spotty Ball Bears, ik zeg het goed. Dat zijn zeg maar de geüpgrade versie van de Spotty Ball Borbs. En op het moment, als die gevaarlijk zijn, als die rondlopen, vreten ze je Pikmin op. Nou is het dus zeg maar een trucje wat ik kan doen bij die andere. Ik wil eerst eventjes sorry dat we zoveel mogelijk vijanden hebben verslagen. Je hebt er hier nog eentje zitten, alleen die zit dus zeg maar met zijn gezicht naar je toe. Wat je wilt doen is je wilt 1 Pikmin opgooien zodat hij wakker wordt. Roep Pikmin terug. Steve, je bent moedig en je overleeft dit. En op het moment dat hij dan zeg maar jou achterna loopt... Kom op. Geen eten voor jou, nee. Dan draait hij zijn eigen dus om en dan gaat hij dus weer slapen. Alleen dan in plaats van dat hij met zijn gezicht naar jou toe staat, staat hij met zijn kont naar je toe. Oh, nectar is heel erg handig. Nectar ben ik blij mee. Ik bedoel, serieus, we hebben heel veel, leaves Pikmin hadden we bij ons. Oké, nou hebben we dus 100 flowers. Dat is helemaal mooi. En nou dat hij dus zeg maar met de kont naar ons toe kan. Done. Geen Pikmin kwijt. Geen glitch. Nice. Oké, dan hoor je mij niet klagen. Goed, dan gaan we gelijk door naar de volgende vijanden die we dus eventjes uit de weg moeten ruimen voordat we de part kunnen halen. Yellow Wallywalk, zoals ik al zei. De gevaarlijkste vijanden van het spel. Nee, jongens! Niet gaan lopen grasmaaien op het moment dat er een Wallywalk bij is. Ik bedoel, dat is zelfmoord. Oké, nou zorg ervoor dat hij niet kan springen, jongens. Hou hem aan de grond. En blaas je Pikmin terug op het moment dat hij probeert om te vallen. Want echt serieus, je Pikmin die glitchen daar weg. Dat je daar niet vrolijk van wordt. Goed, we hebben er nog zeker 3 te verslaan, zie ik hier. Dus nou, laten we ze maar proberen te verslaan. Go. Hou hem aan de grond, jongens. En hij is dood. Blaas, fluit. Oké. Ik verlies er wel Pikmin bij.
Maar gelukkig niet zoveel als zeg maar in de vorige aflevering. Ik vind je echt serieus. Dit is al ondertussen mijn zesde take gewoon van deze. Dit is ondertussen. Oeh, dat was eigenlijk best wel veel Pikmin die ik daar verloor. Maar ja, die ben ik legit verloren. En legit is eerlijk. En eerlijk is. Waarom vallen jullie niet aan? Serieus? Oké, nou, we hebben nog 83 Pikmin. Ik ben nog tevreden met hoe dat het tot nu toe gaat. Want echt serieus, ik ben bijna gewoon 100 Pikmin kwijtgeraakt in andere afleveringen. Gewoon omdat het spel gewoon echt aan het glitchen was van hier tot mijn kinder. Ik bedoel, het spel glitcht niet altijd hoor. Echt, ik heb gewoon heel veel pech met dit spel. Ik bedoel, het is een Let's Play vloek. Gooi het daar maar op. Mij maakt het niet uit. Oké, nou, we hebben die Yellow Wallowalk. Die is ook al dood. Oké, nou moeten we hier eventjes goed opletten. Want we hebben hier hebben we dus zeg maar een Sheergrubs. Flying Sheergrubs. En Flying Sheergrubs die wil je dus zeg maar in het water lokken. En dan verliezen ze al automatisch hun health. Omdat het zijn watertype enemies. En die kunnen dus zeg maar niet tegen water. Nou, en dan hebben we hier nog eentje. Ah, hij heeft er eentje te pakken gekregen. Ah. Ach, dat is best wel zielig. Oké, nou. In ieder geval wil ik hier. Oh, wacht eventjes. Het eerste wat ik wil doen. We hebben er 81. Ik denk dat dat wel kan. Gaan we het er gewoon op wagen? Bum Rush! Voice crack! En. Oké, ik heb het goed gegokt. Ik heb het goed gegokt. Mooi. Die is alvast verslagen. Dat is alleen maar goed. Nou, wil ik 20 Pikmin wil ik hier eventjes aan laten werken. The Pikmin that are carrying our spoil seems to be miling about one place and one load. Ja, ze hebben de brug nodig. Ik probeer ze ook de brug te laten fixen. Dus. Die Pikmin daar zijn nogal een beetje dom bezig. Nou, in ieder geval, komen jullie maar mee, komen jullie maar mee. En jij ook. Want we hebben namelijk nog een taak die we moeten doen. En dat is zeg maar een van de ship parts. Want we zitten al op de helft van de dag. En hoe krijgen we in godsnaam nou nog 3 ship parts voor elkaar? Nou, daarachter zit er sowieso eentje. Ik wil hier een paar Pikmin opgooien. Minimaal meer, ja echt. Het moeten er meer dan 20 zijn, want het zijn dus zeg maar 20 Pikmin die we nodig gaan hebben. Oké, ik ben hier wel tevreden over. En, nee. Blijf erop. Deze puzzel die is eigenlijk heel erg simpel en ik heb er altijd moeite mee. Vraag me niet waarom. Oké, nou. Jullie ook nog eventjes, zoals ik al zei. Lalala, gebruik mijn fluitje, dan komen we weer naar beneden toe. Dat wil ik niet. Goed. Op het moment dat ze daar boven staan, wil jij dus zeg maar hier gaan staan, zodat ze niet naar jou toe kunnen lopen. Want er zit dus zeg maar een kleine ledge die ervoor zorgt dat ze dus zeg maar er niet aflopen. En dan kun je dus de Pikmin hier naartoe leiden. En dan komen we dus zeg maar bij... Oh boy, ik ben gevallen. Kom op. Jullie kunnen het, ook al ben ik gevallen. I have found the repair type bolt. This robotic marvel can fix just about anything in the ship that's broken. That's good, because I get terrible bored fixing little glitches. Goh. Oké, nou. Neem hem maar mee. En... Blijven er een paar achter? Ja. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval vast aan die brug eventjes hun verder laten helpen met die brug. Oké, op zich gaat de progress nu goed. Geen Pikmin hieronder. Het nadeel is dat zijn te weinig Pikmin, denk ik. Ja, we kunnen nog eventjes reinforcements regelen omdat... Oh, wat staan jullie hier te niksen? Hebben we hier nog meer Pikmin die staan te niksen? Oh, ik zag er daar even toevallig eentje staan. Maar goed. We hebben dus zeg maar de repair bolt. De repair type bolt om precies te zijn. En dat zorgt er dus voor dat we dus zeg maar niet meer... Ja, het heeft eigenlijk weinig effect. We hebben gewoon een extra ship part. But it's actually a repair bolt robot. Ja. Yeah. Nou, misschien hebben we dan minder last van glitches. Misschien is dat de update of zo. Tot we dat nou in ieder geval geen glitches meer zouden hebben of iets in die trend. Goed. Wat we nou gaan doen is we gaan deze Pikmin heel eventjes meenemen. Die andere die laten we gewoon nog even doorvechten met de muur. Met de wall of bruggenus. En dan pakken we gewoon nog even een paar Pikmin bij. Want dan gaan we gelijk eventjes door naar de volgende part. Waar we dus nou naartoe gaan werken. En dat is dus zeg maar... want we hebben nou zeg maar... Daar zijn ze met die brug bezig. Hun staan daar nog. Ze zijn met de brug bezig. Die ster daar. Daar wil ik nu naartoe. En ja, dat is nog altijd optioneel. Dus we gaan eerst naar die ster daar. En die cirkel die daar dus zeg maar in het midden zit. Dat is deze cirkel hier. Daar willen we met een grote boog omheen lopen. Echt serieus. Een grotere boog wil je er gewoon. Je wil er omheen lopen. Dat is namelijk een van de gevaarlijkste bazen in het spel. En dat is een van de secret bosses die je niet hoeft te verslaan. Die is er alleen maar tot en met dag 15. Dus kijk dan vooruit. Dat is namelijk de Smoky Proc. Dit hier, dat zijn water nipples.
En wat een nipples, dan kun je het beste zeg maar je Pikmin omheen swarmen. En met een grote hoeveelheid zeg maar proberen de wat een nipples zeg maar uit te schakelen. We hebben hier ook nog een Puffy Blowhawk die dus ook zeg maar nog eens heel vervelend kan worden. Omdat hij probeert zeg maar je Pikmin te blazen in de wat een nipples. En op het moment dat hij je ziet... Kom op jongens, wel doorlopen. Ah, we zijn er eentje kwijt. Denk ik. Hij blijft ons volgen, dat is alleen maar goed. Maar ik wil eerst die water nipples eigenlijk even uitschakelen. Kom op. Aanvallen. Twee kwijt. Kom op, val aan. Oké. We zijn er maar twee kwijt geraakt daar. Niets meenemen. Niets meenemen. Kom hier. Kom hier. Oké, de brug is klaar. De brug is klaar. Nou gaan we jou aanvallen. Kom maar. Kom maar. Ik hoef jouw press B to blow skills niet te zien. Haha, Markiplier reference. Oké, val hem aan, val hem aan, val hem aan. Kom op, jongens. Reinforcements, reinforcements. Opstaan, jullie. Laat hem niet. Goed zo. Dat wou ik hebben. Nou, voordat je dus zeg maar ook iets gaat doen. Voordat je iets maar probeert terug te dragen. Heel erg belangrijk. Loop eerst even een klein stukje verder. Want dan zien we dus zeg maar nog twee water nipples. En op het moment dat je dat ding terug wil laten dragen. Deze water nipples gaan dan even een stokje versteken. En die zorgen ervoor dat, zeg maar, dat je te weinig Pikmin hebt. En dat is vervelend. Oké, nou we hebben hem verslagen. Dus die kunnen we nou mooi negeren. Ga ik heel even kijken of die verder is. Volgens mij is die helemaal verder veilig. Goed. Nou, die brug die is klaar. Dus die shipart kunnen we gewoon pakken wanneer dat we willen. En nou wil ik deze hebben. En ik geloof dat er 20 Pikmin is. En dan gaan we zelf eventjes kijken hoe dat die andere beveiligd is. Daar staan we nou toch best wel ver dichtbij, of niet? Redelijk, vooruit. Eens kijken of we daar genoeg tijd voor hebben. Dus. Ik moet wel zeggen dat ik het wel een mooie omgeving vind. Eerlijk is eerlijk. Nou, jongens, lopen jullie nou eens een beetje door. Ik weet dat de helft van jullie ondertussen deflowerized is en alles, maar... Kom op, we hebben weer meer te doen. Oh, die moeten we dus met een brug doen. Met twee bruggen. Oké, nou, weet je wel, we laten die shipart nog even gewoon zitten. Daar gaan we nou nog niet... daar gaan we nou niet aan beginnen. Dus dit zijn de... Nou ja, we kunnen even onze Pikmin weer eventjes flower geven. Flower status! Op zich is hij dan niet zo ver weg, die shipart. Oké. Nou, zijn die anderen ondertussen onderweg naar ons? Ja... Hopelijk hebben ze de Smoky Frog niet open of wakker gemaakt. Want echt serieus, dat zou rampzalig zijn. Geloof mij maar. Even kijken, want ik wil hun... Die hebben we nou even nodig. Want dan gaan we gelijk eventjes naar die andere shipart. Die zit hier. I have found my massage machine. Put this right down in the lower back area and let it go to work. I can't wait until I get it installed again, as my lower lumbar region has been paining me forever since the crash. Ah, sweet relief. Ja, Olimar's massage machine. Juist. Nou, Olimar. Veel plezier met je massage machine. Oké, nou, ik zie dat daar nog een Pikmin ligt. Daar ligt nog een Pikmin. Dat shippartje is bijna nou terug, dus het loopt allemaal goed. Serieus, kom eens mee, jee. En waarom staan jullie hier allemaal te niksen? Kom mee jullie. Ik heb jullie nodig. Voor reasons, weet ik veel. Dus we hebben drie shipparts voor elkaar gekregen. Wat op zich een hele goede progress is. Maar ondertussen, ik ben nog niet tevreden. We zijn niet echt veel Pikmin gelukkig kwijtgeraakt. Ik bedoel, het valt gelukkig nog mee hoeveel Pikmin dat we kwijt zijn geraakt. Maar wat ik dus zeker van plan ben, is interruptie. Ah, nu hebben we twee van die vliegende schotels. Interstellar Radio, this part will send out a daily SOS signal. I have so little time remaining though that I have no option but to continue my search rather than waiting for a rescue party. Having to collect every part is a bit overwhelming, but I get the impression that all parts are needed to fly the ship. Ja, dit was dus niet echt een required part. Wat leuk! Maar goed, we hebben dus 21 parts, dat is alleen maar mooi, dat is alleen maar goed, daar zijn we alleen maar blij om. Wat ik wil doen is, ik wil eventjes een paar blauwtjes eigenlijk eventjes wegstoppen. Ik weet nou niet hoeveel dat ik er wegstop, maar dat maakt niet uit. Deze die mogen voor mij eventjes hier blijven staan. En dan wil ik eventjes opvullen met gele. Ik sta onder rood.
Ik ben kleurendoof. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb volgens mij gewoon te vaak een retake moeten nemen. Maar goed, we hebben 3 parts. Maar dat maakt niet uit. Verschrikkelijk hoor, retakes. En dat is echt alleen maar vanwege de glitch. Massage machine. I've been walking so much lately. I'm really looking forward to using this. Is dat de enigste reden? En het ergste is, volgens mij is dat ook nog eens een keer een required ship part. Dat is het ergste. Oké, nou, even hun weer terugsteken. En dan willen we eventjes onze yellows meenemen. 16 is zat. Want dan kunnen we nog heel even snel de brug... Oh, nee, niet in het water, jongens. Niet in het water. Kom eruit, kom eruit, kom eruit, kom eruit, kom eruit. Jullie zijn echt dom, weten jullie dat? Jullie zijn echte idioten. Echte steefs. Want als we dus zeg maar hier die balborpen hebben verslagen en de shipwart mee hebben genomen... Dan kunnen we hier dus extra bomrocks vinden. Oké, nou, en die hebben we nodig. Zijn we klaar? Oké. We hebben dus zeg maar een paar Pikmin die nog geen bomrocks hebben. Maar de bomrocks die zijn dus zeg maar nou echt essentieel heel erg belangrijk dat we die zeg maar meenemen. Laat Pikmin die bomrocks hebben niet in het water vallen. Op het moment dat ze in het water vallen dan detoneer je de blok dinges. En dan hebben we heel veel pech. Nou, ik wil jou ook nog even... Anders laten we jou dadelijk per ongeluk achter. En dat zou een shame zijn. En we vonden dus alle Pikmin hier wel. Want ik zie hier achter nog een blauwe. Ben jij die ene? Jij bent die ene, hè? Ja, oké. Ik zie geen blauwe hier verder. Want ik zie dat we bijna geen tijd meer hebben. Dus is het heel erg belangrijk om dus nou eventjes zeg maar een paar muren op te kunnen blazen. Dus, weet je wel? Blijf jij maar even gewoon daar achter bij base. Heb ik een veiliger gevoel. Oké, nou. Hier hebben we dus zeg maar een van de muren die we op moeten blazen. Oké, dat is 1 muur die is nou laag. Dan weet ik niet zeker of hier nog een muur zat die we op moesten blazen. Hoop het niet. Zowel, dan hebben we dus een uitdaging. Oh boy, Wallywalk. Oké. Daar hebben we al een behoorlijke chunk nou uitgehaald. Daar ben ik ook tevreden over. En dan vraag ik mij af, kan ik nog eventjes een paar van deze bommen gebruiken? Oh, we hebben nog 10 seconden. We gaan het gewoon proberen. En dan liggen ze in ieder geval morgen klaar bij onze base. Meekomen. Want ik geloof... 6 seconden. Niet aan gras zitten, jongens. Kom op, laat de gras maar rust. Nee, we gaan gewoon alle Pikmin verzamelen. Het is goed, we zijn klaar. Volgens mij sta je net buiten base. Ik mis er eentje. Waar ben je? Oh boy. Ik ben bang dat we er eentje achterlaten. Oké, dan. We hebben op zich best wel een productieve dag gehad. We hebben heel erg veel vijanden verslagen. We hebben 3 shipparts voor elkaar gekregen. En we hebben het toch voor elkaar gekregen om heel veel vijanden alvast eventjes uit te schakelen. Wat een hele goede progress was. Dus mij hoor je niet klagen. Maar jullie wilden niet weten hoeveel takes dat ik hier ondertussen wel niet heb gehad. Dan bleef in één keer weer een Pikmin hangen. En dan gingen in één keer de Pikmin zeg maar tot ze niks oppakten. Daardoor kostte het in één keer zoveel extreme tijd. Tot we dus zeg maar de Pikmin niet konden vinden. Ja, we zijn 1 gele kwijt. Oh, dat doet pijn. 11 days since impact. There appear to be a large cluster of parts here. My calculations are correct and I should be able to recover virtually all of my missing ship parts. But not quite all of them. Unfortunately, there are still to be seen some pieces that remain unaccounted for. I must find 7 more parts for further increase the dolphin's range. Oké, dat vind ik eigenlijk best wel komisch. Want hij zegt dus dat sommige shipparts niet nodig zijn. Om precies te zijn, er zijn 5 shipparts niet nodig. Maar je hebt ze wel nodig, zeg maar, om een groter gebied van het wereldje uit te halen. Maakt niet uit. We hebben dus 1 Pikmin achtergelaten. We hebben er geen gesprout. We zijn er 22 kwijtgeraakt in battle. Wat echt niet slecht is voor de aantal vijanden die we dus, zeg maar, verslagen hebben. Dus, zonder enig oponthoud, dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. En morgen gaan we proberen weer 3 of hopelijk 4 parts te krijgen in de Distant Spring. Ik zie jullie dan. Dit was Zelda Play 20 en tot morgen. Doei!